Een jaar geleden begon ik een videoserie over beginnen met investeren. Het waren verschillende video's en in elke video behandel ik een ander bedrag. 100 euro, 1000 euro, 2500 euro. En degene met het bedrag van 100 euro is een van mijn best bekeken video's. In deze video gaan we ook weer kijken hoe je kunt beginnen met beleggen met 100 euro. Dus het is eigenlijk een nieuwe versie van die video. Waarom een nieuwe versie? Inmiddels zijn we een jaar verder. We hebben meer informatie opgedaan. Ik vertel het waarschijnlijk op een andere manier, waardoor je het misschien anders oppakt. We hebben meer abonnees op ons kanaal. En we zitten natuurlijk in een totaal andere tijd, want op dit moment, begin 2020, hebben we gewoon te maken met een crisis. Ook dat ga ik verwerken in deze video. Allemaal nieuwe informatie dus. Dus laten we snel beginnen met deze video. Ten eerste wil ik natuurlijk zeggen dat je goed bezig bent, of in ieder geval de intentie hebt om goed bezig te zijn, want je wilt gaan investeren in jezelf. Dat is waarschijnlijk de reden dat je deze video kijkt. Je wilt namelijk werken aan jezelf, je wilt je kennis uitbreiden en de combinatie van de kennis en het geld dat je verdient, dat wil je gaan gebruiken om te werken aan je toekomst, een vermogen op te bouwen. En dat kun je vervolgens op twee manieren doen die we in deze video gaan behandelen. Ten eerste als je eenmalig 100 euro hebt om te investeren en ten tweede als je maandelijks 100 euro hebt om te investeren. Er komt waarschijnlijk veel informatie op je af in deze video en gaat het nou allemaal te snel? Op mijn website zal ik een pagina maken. Ik zal hem trouwens hieronder even neerzetten. In passiefinkomen.nl/beginnen-met-beleggen, maar dan met streepjes ertussen. Daar kun je alles rustig teruglezen. Daar vind je ook alle links naar websites, aanbieders. Noem het allemaal op wat ik in deze video bespreek. En al die links vind je trouwens ook terug in de beschrijving onder deze video. Maar laten we dan met het eerste onderdeel beginnen en dat is eenmalig 100 euro investeren. En zelfs als je niet veel geld te besteden hebt, kun je toch een goede investering doen. En dat is namelijk een investering in jezelf. Ook al is misschien 100 euro heel erg veel voor je, omdat je nog jong bent, omdat je misschien in een moeilijke situatie zit. Probeer dan toch om 100 euro te gaan investeren, omdat dit waarschijnlijk de beste investering is die je ooit kunt doen. Je zou bijvoorbeeld in jezelf kunnen investeren door een cursus te volgen, een cursus in de buurt of misschien een online cursus. Daarmee kun je een vaardigheid leren die je dan weer kunt toepassen in de rest van je leven en daar geld mee te verdienen. Maar wat ook een heel erg slimme optie is en waar ik vaak gebruik van maak, zijn boeken. Want boeken zijn vaak niet zo heel erg duur, maar je kunt er wel heel erg veel van leren. Wanneer je een biografie of een autobiografie van iemand gaat lezen, dan kun je dus kijken hoe ze hebben zij bepaalde beslissingen genomen, hebben ze fouten gemaakt, hebben ze bepaalde ervaringen waar we van kunnen leren. Maar ook van andere boeken kunnen we heel erg veel leren en eigenlijk om diezelfde redenen. Ik heb 3 boeken uitgekozen die ik aanraad aan jullie, mocht je 100 euro te besteden hebben, om die eens een keer te gaan bekijken, om die te lezen. Het eerste boek daarvan is Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. Daarin wordt vooral heel veel verteld over 2 vaderfiguren die hij heeft. De ene heeft heel veel geld en de andere eigenlijk niet, terwijl ze allebei gewoon een inkomen hebben. Alleen de ene belegt het vooral, doet slimme investeringen, terwijl de andere het misschien juist heel erg uitgeeft. Nou, 2 verschillende vaders eigenlijk voor hem, die totaal andere levens leiden. Maar waarom hij die ene dus veel interessanter vindt dan die andere. Een heel erg interessant boek dus, vooral ook voor je mindset, dat je over dingen anders na gaat denken. Dat is ook een van de dingen die hij in het boek mee wil geven, dat je niet altijd een goed betaalde baan moet hebben om rijk te worden. Het zijn vaak juist kleine beslissingen die je neemt voor een langere periode die kunnen zorgen dat je ook gewoon met een modaal inkomen of zo een mooi vermogen op kunt bouwen. Een tweede boek wat ik aanraad is dan juist de 4-urige werkweek of de 4-hour workweek van Timothy Ferris. Dat is juist helemaal, ja, zoals de titel al zegt, hoe kun je nou bereiken met zo min mogelijk uur werken in de week, dat je toch gewoon geld kunt verdienen. En dit boek is dan wel vaak meer gericht op mensen die iets willen ondernemen. En vooral juist tegenwoordig met het internet zijn er heel veel mogelijkheden om te zorgen dat je iets kunt opbouwen. Ik doe het zelf ook bijvoorbeeld via YouTube. Daar haal ik al een behoorlijk inkomen uit. Nou, zo zijn er nog heel veel andere dingen die je via internet kunt doen, die je op kunt bouwen. En dat je er eigenlijk voor kunt zorgen dat je met niet zo, ja, van tevoren doe je heel veel tijd erin steken, maar uiteindelijk hoef je dan niet zoveel tijd meer te werken om toch dat inkomen te verdienen. Ook een heel erg interessant boek, wederom vanwege je mindset, dat je anders na gaat denken over dingen, maar dan eigenlijk op een ander vlak dan bij Rich Dad Poor Dad. En het derde boek dat ik aanraad is Miljonair met een gewone baan, een Nederlands boek. Iemand die ook zelf miljonair is geworden en dat, zeg maar, met jullie deelt in dit boek. Eigenlijk alle stappen die je kunt nemen of moet nemen om miljonair te worden. Dus met een gewone baan. Het is dus echt mogelijk, ook in Nederland. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die ik ook uitleg op het YouTube kanaal hier. Worden eigenlijk in dat boek beschreven. Het is ook heel erg belangrijk dus dat je ziet wat er mogelijk is. Ook met
de gewone mensen om jou heen, mensen zoals jij, dat het echt wel mogelijk is om een vermogen op te bouwen. En mocht je nou één of meerdere van deze boeken willen bestellen, onder deze video heb ik links staan naar bol.com, zodat je meteen bij het goede en juiste boek dus uitkomt. En al deze boeken leren dus eigenlijk een vaardigheid. Je bouwt er je kennis mee op. Kennis die je op de lange termijn dus kunt toepassen. Zoals gezegd, niet alleen leer je specifiek dingen, het zorgt er ook juist voor dat je anders na gaat denken, dat je een andere mindset krijgt. Ik merk dat zelf ook ooit. Ik ben heel erg fan van auto's. Ik vind auto's heel erg interessant. Mooie auto's kijk ik altijd naar. Maar waar ik vroeger dus altijd keek naar mensen met mooie auto's, die hadden geld, denk ik nu vaak juist van, zou die ook echt het geld hebben? Of is die auto dus waarschijnlijk geleased? Hebben ze daarmee heel veel vaste kosten? Zijn ze dus eigenlijk heel veel geld kwijt om rijk te lijken? Een iets andere manier van denken tegenwoordig. Maar ik merk het ook bij mezelf dat ik minder materialistisch ben geworden. Natuurlijk ben ik nog heel erg gek op gadgets, zoals een camera, een computer. Het zijn vaak zakelijke uitgaven, gelukkig. Maar ja, ook daar ga je anders nadenken. Is iets echt nodig? En als ik het dan wil kopen, heb ik er dan ook echt iets aan? Verdien ik er misschien op een of andere manier geld mee? Bespaar ik er misschien op de lange termijn geld mee? Je gaat echt anders nadenken over dingen. En ooit moet je dan opletten dat je niet alles wilt uitstellen. Want als je iets wil kopen, dat je bijvoorbeeld een nieuwe iPhone wil en 1000 euro kost, dat je niet gaat denken, als ik hem niet koop, dan heb ik over 20 jaar is het misschien gegroeid naar 10.000 euro. Ik weet niet precies hoeveel, maar in ieder geval niet alles uitstellen. Geniet ook zeker van het leven op dit moment. Want je wilt niet hebben dat je alles opbouwt tot een later moment en dat er ondertussen toch iets misgaat. Je gezondheid bijvoorbeeld. Dus zorg ook zeker dat je niet al je geld op gaat sparen voor later. Ga ook zeker op dit moment genieten van je leven. En probeer dus ergens die goede balans te vinden tussen geld nu uitgeven en daarvan genieten en geld apart zetten en investeren voor later. Mocht je nou al deze drie de boeken hebben gekocht, dan ben je nog geen 50 euro kwijt. Dan heb je dus nog eigenlijk 50 euro over. En wat ik dan aanraad is om één of meerdere aandelen te kopen. En normaal zou ik je dan aanraden om uitgebreid onderzoek te doen, om te kijken welk aandeel interessant is en vervolgens dat bedrijf helemaal analyseren. Maar dat is in dit geval niet noodzakelijk. Is niet nodig. Deze 50 euro moet je eigenlijk zien als leergeld. Daar kun je iets van leren voor de toekomst. Kies dus gewoon een aandeel dat je interessant vindt. Een bedrijf waar je toch al iets mee hebt, waar je iets over weet. En zorg in ieder geval dat het aandeel dus niet meer dan 50 euro kost. Nou, laten we in dit voorbeeld bijvoorbeeld Shell nemen. Misschien niet het beste voorbeeld, omdat je niet in olie wilt investeren. Maar wel een heel erg interessant aandeel om veel van te leren. Want als je eenmaal dit aandeel hebt en je hebt bijvoorbeeld in je Giro-app staan, dan kun je dus zien wat het waard is, wat het die dag in de plus gaat of in de min. En je zult dus op een andere manier het nieuws gaan volgen, op een andere manier het nieuws gaan bekijken. Wat doet de oliekoers of de olieprijs? En welk effect heeft dat op jouw bedrijf, op jouw aandeel? In dit geval de Shell. En op die manier ga je verbanden zien. Je gaat zien, als het goed gaat met de economie, gaat het waarschijnlijk goed met je aandeel. Gaat het slechter met jouw aandeel? Als er oneenigheid is over olie op de wereld, zul je aandeel ook daarop reageren. En niet alleen dat, zelf ga je ook bepaalde emoties. Je gaat ook reageren op het nieuws. Ja, misschien is het dus nu met 50 euro, maar in principe heb je dezelfde emoties als wanneer je later misschien met 50 of 500.000 euro belegt. Je zult gewoon op bepaalde dagen zien dat het in de plus gaat, dat je blij bent, dat het andere dagen in de min gaat, dat je niet altijd een oorzaak kunt vinden, dat je gaat zoeken waarom is dit. Nou, heel veel van dit soort dingen ga je dus leren waarom dingen gebeuren, maar nog veel belangrijker is hoe jij zelf gaat reageren op deze gebeurtenissen. En meer over beleggen gaan we zo meteen nog bekijken, maar ik wil je vragen, je bent nog steeds deze video aan het kijken, vind je het een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden, kan ik daar meer video's over maken en het helpt het YouTube kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En natuurlijk kan ik op die manier ook nog meer mensen helpen. En wil je nou zelf nog meer video's zien zoals deze? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan gaan we dus nu verder met het tweede gedeelte van deze video. En dat is maandelijks 100 euro investeren. En juist dat is belangrijk om op de lange termijn een vermogen op te bouwen. Je zult merken dat je niet heel veel geld hoeft te verdienen om rijk te worden. Het is juist belangrijk het geld dat je verdient, dat je daar maandelijks een bedrag van apart zet. Want veel mensen hebben nog altijd het idee dat mensen die veel verdienen ook veel geld hebben, dat die rijk zijn. Dat is zeker niet altijd het geval. Stel dat iemand 100.000 euro per jaar verdient, maar vervolgens een groot huis koopt, een dure auto rijdt en op die manier dus van die 100.000 euro per jaar misschien wel 99.000 euro uitgeeft aan het huis, aan die etentjes, vakanties.
Nou, je hebt ook andere mensen die misschien iets minder verdienen, maar die in een kleiner huis gaan wonen, die op die manier elke maand een paar honderd euro overhouden, die ze kunnen investeren voor de lange termijn. En het zijn juist die mensen die ervoor zorgen dat ze op lange termijn geld overhouden, dat ze juist een vermogen opbouwen. Er zijn wel een paar belangrijke dingen die je moet weten en moet toepassen voordat je begint met beleggen. De eerste daarvan is om een buffer op te bouwen van 1 tot 3 maanden. Daar heb je in ieder geval altijd geld achter de hand, dat mocht er iets gebeuren, dat je geld kunt gebruiken om bijvoorbeeld je auto te repareren, om naar het werk te gaan. Dan blijft je inkomen bijvoorbeeld op die manier gewoon doorgaan en binnenkomen. Als je dan eenmaal die buffer hebt opgebouwd, dan wil je kortlopende schulden, of eigenlijk alle schulden behalve je hypotheek, aflossen. Deze schulden hebben een vaak hoger rentepercentage, dus je betaalt eigenlijk meer om dit geld te lenen. Dus dat wil je zo snel mogelijk kwijtraken. Het kan bijvoorbeeld de auto zijn die je geleased hebt. Nou, zorg in ieder geval dat je die zo snel mogelijk afbetaalt. Zeker bij in het geval van een auto. Je betaalt ervoor, maar de auto wordt zelf ook nog minder waard. Dus dat is sowieso wel een slechte lening. En op die manier zorg je er niet alleen voor dat je minder rente betaalt. Uiteindelijk, als alles afgelost is, heb je ook meer geld over elke maand. Zorg in ieder geval dan voor dat je dat geld niet opnieuw uit gaat geven aan leningen. Maar als je al die dingen dus hebt afgelost, gebruik dat geld dan vervolgens weer om je buffer uit te breiden. In plaats van 1 tot 3 maanden breid je het nou uit naar een maand of 6. Zodat je genoeg geld achter de hand hebt om op een later moment, als er iets tegen zit, dat je niet je beleggingen hoeft te verkopen op dat moment. En als je dan begint met beleggen, beleg dan alleen met geld dat je de komende 10 jaar niet nodig hebt. Dus ben je van plan een huis te kopen, gebruik dat geld dan niet om te gaan beleggen. Waarom zou je zeggen? Nou, kijk, net zoals in deze situatie, de laatste maand eigenlijk al, is de beurs 25-30% onderuit gegaan. En historisch zul je merken dat het ongeveer 10 jaar of iets langer, dat je zo'n periode eigenlijk nooit in de min komt. Je kunt altijd herstellen van een crisis op dat moment. Dus je wilt jezelf gewoon genoeg tijd geven om te herstellen van een crisis. Het maakt niet uit als je een crisis meemaakt. Het enige erge is dat je eindigt in een crisis, dat je dus verlies moet nemen. Maar zolang een crisis ergens halverwege jouw beleggingsperiode zit, dan maakt het niet uit, zolang je maar kunt herstellen van die crisis en dus eindig met het bedrag wat je voor ogen had. Als je dan klaar bent om te beginnen met beleggen, dan zijn er nog verschillende opties. Er zijn veel manieren om te beleggen, zeg maar. En in deze video wil ik er 3 bespreken. De eerste daarvan is beheerd beleggen. En dat is de manier waarop ik ook begonnen ben met beleggen. Op dat moment had ik nog niet de tijd of de kennis om alles zelf te doen. En dat is natuurlijk een heel erg mooie manier om te beginnen met beleggen. Zelf doe ik dat op dit moment trouwens ook nog steeds bij Bink Forward. En ik zal daar ook weer een link plaatsen onder deze video. Maar bij beheerbeleggen maak je een account aan. Daarna krijg je wat vragen. Die moet je beantwoorden. En op basis van de antwoorden die je geeft, komt er eigenlijk een profiel naar voren. Je zult zien hoeveel risico wil je nemen. Hoeveel looptijd heb je nog tot, ja, misschien wil je het binnen 10 jaar doen. Of heb je nog 30 jaar de tijd. Nou, in dat geval zal een groter gedeelte in aandelen zitten bijvoorbeeld. En op basis van, zoals gezegd, die antwoorden die je geeft, komt er een profiel. En via dat profiel wordt eigenlijk jouw geld op een bepaalde manier dus belegd. Daar hoef je dus zelf niet naar om te kijken. Het enige wat je moet doen is een overboeking of een afschrijving inplannen eigenlijk. Zodat er elke maand automatisch geld wordt overgemaakt en belegd voor jou. Het bedrag kun je ook zelf kiezen. Dit kan al 50 euro in de maand zijn. Het kan ook, net zoals ik, 300 euro in de maand zijn bij dit soort beleggers. En het kan nog veel meer zijn. Daar heb je gewoon helemaal zelf de controle over. En als dat eenmaal is ingesteld, dan ben je klaar. Je hebt er verder geen omkijken meer naar. Ook ik klog af en toe in om screenshots te maken voor deze video's. Maar verder kijk ik eigenlijk nooit naar om. En als je nog meer informatie wilt, bijvoorbeeld dus over Bink Forward, ik heb daar al eerder een hele review video over gemaakt. Daar kun je kijken hoe alles werkt. Er zijn natuurlijk ook nog veel meer andere aanbieders. Dus ga zeker kijken of er misschien een andere aanbieder interessant is voor jou. Maar als je vergelijkingen gaat maken, ga dan altijd vooral letten op de kosten. Want de kosten wil je natuurlijk zo laag mogelijk houden, omdat je op die manier meer rendement maakt. En het rendement zorgt natuurlijk voor dat je vermogen groeit op de lange termijn. Maar behalve beheerbeleggen kun je natuurlijk ook zelf beleggen. Op die manier kun je dus alles zelf regelen en je hebt er alleen een beetje tijd en een beetje kennis voor nodig. Niet zo heel uitgebreid als dat je misschien denkt. En zeker in heel veel video's op dit kanaal leg ik uit hoe je zelf kunt beleggen, ooit zelfs nog wel stap voor stap. En op deze manier kun je dus zelfs beleggen tegen nog lagere kosten, wat dus automatisch weer meer rendement betekent. En je hebt ook zelf de controle over hoe je het precies wil beleggen. In die gevallen van beheerbeleggen zal er altijd een gedeelte in obligaties zitten. Misschien geloof je zelf bij Bink Forward dat dat altijd 10% is. Ja, ik heb nog een looptijd van meer dan 30 jaar. Ik heb eigenlijk niet zoveel met obligaties op dit moment. Ik ben nog bereid om meer risico te nemen. Ik heb de tijd om meer risico te nemen. Dus het liefste zou ik 100% in aandelen zitten. Nou, bij beheerbeleggen gaat dat dus niet. Maar wanneer ik zelf ga beleggen, dan heb ik dus de controle over wat ik koop. Dus kan ik beslissen om gewoon het volledige bedrag in aandelen te stoppen.
Dat zelf beleggen doe ik via twee brokers. Aan de ene kant is dat de Giro, daar heb ik eigenlijk de meeste posities staan. Maar ik maak ook gebruik van FlatEx. En ik heb hier zowel losse aandelen als ETF's. En juist die ETF's is een aanrader voor mensen die willen beginnen met beleggen. Nou, wat is dan een goede ETF om te beginnen met beleggen? Dan raad ik altijd Vanguard All World Fonds aan, oftewel VWRL. Dit is een fonds van Vanguard met meer dan 3000 bedrijven, 3000 aandelen in dit ene fonds. Dus je hebt best wel een grote spreiding over verschillende bedrijven, verschillende sectoren. Maar niet alleen dat, er is ook nog spreiding over de hele wereld. Ze volgt eigenlijk de wereldeconomie. Dat wil zeggen 55% van het geld wordt belegd in Amerikaanse bedrijven. Een gedeelte gaat naar Europa, Azië, noem het allemaal maar op. Dus ook daar is een grote spreiding in. En je hebt natuurlijk lage kosten. En deze kosten liggen tegenwoordig op 0,22% per jaar voor de ETF zelf. En je hebt natuurlijk te maken met transactiekosten, afhankelijk van welke broker je gebruikt wanneer je het aandeel koopt of verkoopt. Sommige mensen in onze community zijn zelfs voor 100% belegd in dit ene aandeel. Dus eigenlijk precies om die reden die ik zojuist noemde. Goede spreiding, goed rendement en lage kosten. En zeker op deze manier hoeft het dus ook niet heel veel tijd te kosten. Als je elke maand al weet welk aandeel je gaat kopen, dan log je gewoon even in bij je broker. Je kijkt naar het aandeel, je koopt het aantal aandelen wat je wilt hebben en je bent weer klaar voor de maand. Je hebt er verder geen omkijken naar. En als je gebruik maakt van de Giro kun je dit zelfs gratis doen bij dit fonds. Je hebt dan geen transactiekosten omdat het aandeel dus binnen de kernselectie van de Giro valt. En wil je jezelf nou aanmelden bij de Giro bijvoorbeeld om dit aandeel te kopen? Een link naar de Giro vind je trouwens onder deze video. En dan komen we aan bij de derde manier van beleggen. Een iets andere manier, maar misschien zeker wel interessant. Ook hier maak ik zelf gebruik van. En dat is juist om je wisselgeld te beleggen en in dit geval dan specifiek via Peaks. Het is dus gewoon een extra manier van beleggen, juist omdat het zo makkelijk is. Het is helemaal te automatiseren. Je wisselgeld, als je een pintransactie doet of een bankafschrijving hebt, dan wordt het automatisch het bedrag afgerond. Dus stel je koopt voor 1,70 euro ergens een koffie, als dat tegenwoordig nog 1,70 euro kost, dan wordt het bedrag zeg maar afgerond naar 2 euro. Niet die koffie, maar er wordt zeg maar 30 cent ingehouden, apart gezet en dan één keer in de week wordt dit wisselgeld zeg maar verzameld en overgezet naar je Peaks rekening. Het enige wat je moet doen wanneer je een account opent is even je bankrekening koppelen. Het is een app eigenlijk in samenwerking of het is eigenlijk van de Rabobank. Maar ook als je klant bent bij ABN, ING en andere banken kun je hier gebruik van maken. En op die manier wordt dus eigenlijk bij elke transactie je wisselgeld apart gezet en dus eigenlijk belegd voor jou. Al meer dan 400.000 mensen hebben deze app gedownload. Het is waarschijnlijk juist omdat het ook zo simpel is en te automatiseren is. En wil je deze app nou ook downloaden? Je kunt nog gebruik maken van een code. Ik zal hem hieronder trouwens ook even plaatsen en in de reacties onder deze video trouwens ook. Nou, als je die code gebruikt, binnen 24 uur na het aanmaken van je account krijg je 5 euro gratis. Dus dan heb je de eerste 5 euro al verdiend. En het leuke is, als je dan eenmaal een account hebt, krijg je weer een eigen persoonlijke code die je bijvoorbeeld met vrienden of familie kunt delen. En op die manier verdien jij zelf ook telkens als iemand gebruik maakt van die code 5 euro. Dus dat zorgt er alleen maar voor dat je meer vermogen opbouwt op die manier. En voor de rest werkt het eigenlijk hetzelfde als bij Bing Forward. Het is gewoon een manier van beheerd beleggen. Alleen in dit geval gaat alles via de app. En is dus gebaseerd niet op je eigen inleg. Ook dat kun je trouwens nog extra geld storten als je wil. Maar het is vooral gefocust op het wisselgeld. Dus bij elke aankoop die je eigenlijk doet, gaat automatisch het wisselgeld worden belegd. En op die manier zet je dus eigenlijk automatisch al geld apart om te beleggen voor de toekomst. En dan hebben we dus eigenlijk best wel veel informatie behandeld in deze video. Zoals ik aan het begin van de video al zei, ik heb een aparte pagina gemaakt op mijn website. Ik zal hem hieronder nog een keer linken. Daar kun je nog alles een keer rustig teruglezen. Alle bedrijven die ik noemde, alle websites, alle links die ik heb genoemd om ergens informatie te halen of jezelf aan te melden, die vind je daar terug. En die vind je trouwens ook terug in de beschrijving onder deze video. Dus op die manier hoef je niet heel de video opnieuw terug te kijken, maar kun je gewoon in je eigen tempo alles nog een keer rustig teruglezen. Heb je na het kijken van deze video nog opmerkingen of misschien vragen? Laat ze dan achter in de reacties onder deze video. Kan ik daar meteen reageren? Misschien kunnen andere kijkers jou helpen met een antwoord. En anders neem ik het misschien wel mee in een volgende video. En dan zijn we hiermee aangekomen aan het einde van deze video. Bedankt voor het kijken weer. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En meer mensen krijgen deze video te zien. Dus daar help je het YouTube kanaal mee. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.